Vandaag is het de dag van de maan en ik hou van de maan. Ik heb er ook een hoofdstuk over geschreven in mijn boek. Hij geeft me kracht, ik vind hem magisch, dus vandaag gaan we een maan tekenen. Hoe teken je een maan? Je begint met een grote boog. Dit is de linkerkant van de maan. Dan ga ik hem invullen met het profiel van een gezicht. Zorg ervoor dat hij niet te veel uitsteekt en dat je de vorm van de boog volgt, zodat je een maan erin blijft zien. En dan ga ik hem invullen met een gezicht. Dus je tekent wenkbrauwen, een oog, een klein boogje voor de neusvleugel en een golfje voor de lippen. Dan teken ik aan de zijkanten van de maan streepjes. Dit geeft diepte-effect, zorgt een beetje voor 3D. En je kunt ook bijvoorbeeld een ster tekenen aan de rechterkant. Ik teken altijd een ster door 4 punten te tekenen en die vul ik in met kleine pizzapunten, noem ik het altijd. Dan teken ik een streepje in het midden, zodat die ook weer 3D wordt. En dan kun je er een quote onder zetten of iets anders leuks. Dit is een ideale tekening voor als je druk aan het bellen bent of je hebt een meeting en je wil je even een beetje afleiden met een mooie tekening. Dan is dit in no time getekend en ja, ik vind hem altijd heel erg leuk. Dit is hem alweer jongens, dag 4, morgen dag 5. See you there, zelfde tijd.